Hoi allemaal, mijn naam is Edi. En ik heb jullie beloofd dat ik zou laten zien wat er allemaal op mijn motor zit. Dat gaan we nu bij deze maar eens even doen. Het is een koude start. Mijn accu moet eigenlijk een keer vervangen worden. Dus ik ben benieuwd of die start. Oh, valt niet tegen. Een van de dingen die ik heb is een ingekorte sleutel. In de originele sleutels, zoals daar, zit een chip. Dat heeft deze niet. Maar met deze sleutel kan ik wel bijvoorbeeld mijn tank of deze openen. Dat is een van de dingen. Als we voorop beginnen. Dagrijverlichting, die is recentelijk vervangen. Deze moet vervangen worden. Kijk, want hij ligt niet goed. Waarschijnlijk ligt hij los. Dus dat is een mooi klusje voor vandaag. Mijn motor gaat wat toeren maken. Dat heeft te maken met de koude start. Groot licht knipperlicht. Ik zal het even laten zien. Deze heb ik er dus zelf in gemaakt. LED stadslichtjes. Helaas zijn ze net niet dezelfde kleur als die. Maar goed, selfie. Het zij zo. Wat we nu dus gedaan hebben met die hele ombouw, zeg maar, is onder andere dit. Ik kan dus nu mijn grootlicht, althans de extra lampen, apart schakelen van het grootlicht van mijn hoofdkoplamp. En ja, dat klopt, daar is er een stuk. Okay. Dus die doet het wel, die doet het niet. Als ik die nu uitzet en mijn verlichting aan, wel het groot licht uitzetten. Als je goed kijkt, heb ik nu twee gele koplampen. Ik moet dat lampje rechts echt vervangen, want dat ziet er niet uit. Oké dan. Goed, twee gele koplampen. Eens. En nu zijn ze wit. Dat is het mooie van LED, daar kun je in schakelen. En zoals je ziet staan die lampen nu uit, hè? En alleen mijn koplamp aan. Als ik dan mijn grootlicht aanzet, dus niet die schakelaar. Kijk, ik zal het even goed laten zien. Die schakelaar staat uit. Grootlicht aan. En nu brandt dus alles op groot licht. Zowel de koplampen als de andere. Het schijnt een flinke bundel licht te zijn, heb ik begrepen. Dan zijn we nog niet klaar. Dan heb ik die ook nog. Dat zijn dus die onderste twee. Die onderste twee, die even uitzetten, zo, die kunnen dus apart blijven branden. Als ik wat verder weg ga staan, dan blijven die dus mooi mee branden.
Goed. Verlichting mag weer uit. Heb ik, aan de voorkant heb ik flitsers. Het zijn absoluut niet de meest super felle. Maar ach. En ze doen het beste hun werk daar. Op grote afstand zul je ze niet echt zien, maar op korte afstand prima. Het is meer dat ik het kan laten zien. Dan aan de voorkant. De camera. Dit is goed verstopt. En dit zijn dus de extra camerabeelden die ik heb. Dat is wat ik aan de voorkant heb. Vanaf de zijkant gezien, dit zijn wat oudere lampen. Vanaf de zijkant gezien, dit zijn wat oudere lampen. Met een stukje draadeind gemonteerd. En dat zit gewoon prima vast. Als er ooit wat gebeurt, dan buigt dat of breekt dat wel af. Deze op de valbeugels. En deze zitten met een beugel achter de spiegel vast. Dit voor het remmen. Dat is wel lekker, vind ik zelf. Tegen de koude vingers. Daar heb ik een hekel aan. En dit is ook altijd heel fijn. Hier kan je dus gas geven. Met je pols. Dan hoef je dus niet continu je handvat vast te houden om gas te geven. Echt super fijn. Voltmetertje aan boord. Hiermee kunnen we een foto maken of een video vastzetten. Dan op het dashboard een telefoongrip, een TomTom en eventuele extra camera. Maar dashboard is nog niks aan veranderd. Komt ooit nog. Handvatverwarming. Deze knop moet deze eigenlijk gaan vervangen. Maar goed, dat is nog een work in progress. Dit zou wel beter zijn. Nou ja, de locatie van die is op zich beter, maar dit systeem zou mooier zijn. Maar goed, komt ook nog een keer. Aan de andere kant uiteraard dezelfde lamp. Dan heb ik mijn zadel. Een heel fijn zadel dit. Te monteren, om vast te zetten, iets minder. Maar het is een heerlijk zadel om te zitten. Echt perfect. Dan heb ik mijn antenne voor de mobilifoon. Mobilifoon voor 2 meter en 70 centimeter. Voor de mensen die dat wat zegt. Oh ja, en ik loop er bijna voorbij. Ik zal mijn motor trouwens even uitzetten. Zo. Dat is onnodig. Mijn sleeppennen. Voor het vonken trekken, zou ik maar zeggen. Bij diepe bochten. Hyperpro veren, voor en achter. Deze tape gaat een keer vervangen worden. Die is inmiddels zo vergaan dat het een beetje jammer is. Ja, antenne hebben we gehad. Achterlichten plus remlichten extra gemonteerd. Ik even netjes een tijdripje omheen doen. Oei. De achtercamera. Dit is de beugel voor het zwaailicht. Die kunnen we op zich zo losdraaien. Het zijn 2 boutmoeren. Het zwaailicht. En op de koffers heb ik er 2. Dit zijn ook extra lampen. Die kunnen mee branden en mee knipperen. Ik zal eens even kijken of ik dat even makkelijk kan laten zien. Het is overdag, dus het is iets minder goed zichtbaar. Ik weet niet of de camera het goed oppakt.
Je kan ze net van kleur zien verschillen. En dan, en dat is altijd het lastigste om te laten zien. Kijk, dit is mijn gewone licht. En dan ga ik proberen om het te laten zien met mijn remlicht. Dat zal niet meevallen. Remlicht, gewoon licht, remlicht. Remlicht, gewoon licht, remlicht. En dit is remlicht, gewoon licht, remlicht. Die rode is moeilijk te zien. Zo. Nou, dan zijn we een beetje rond. Een gedeelte van mijn mobilifoon zit hierin. En een gedeelte van mijn mobilifoon zit daarin. Ik heb in mijn linker koffer een paar kleine dingetjes zitten. EHBO setje, mobilifoon, een deken voor als er iets gebeurt onderweg. Voor als Ellen achterop zit en koude handen heeft. Een spanbandje, je weet me nooit, stukje tape. Diverse zekeringen, steekzekeringen. Mesje heb ik bij me. In het geval van, je weet me nooit. Nou ja, isolatietape en een pennetje in het kader van, je weet me nooit. Verzekeringspapieren. Ja, poetslapje, dingetje. Dit klinkt heel maf. Dit zou je op de motor niet nodig hebben, maar je weet me nooit wat je onderweg tegenkomt. En uiteraard mijn slot. En een inimini soldeerbout. Zoals ze zegt, je weet maar nooit. Dus. Dat is eigenlijk alles wat ik bij me heb en op de motor heb. Hij staat er nu smerig bij. We zijn er afgelopen week even mee naar België geweest. En is hij eigenlijk gelijk de garage ingegaan. We hebben er niks meer aan gedaan. Dus dat is wel een beetje jammer. Maar dit is mijn motor. Wat ik misschien nog wel kan laten zien. Maar nee, dat lukt niet zo. Hierachter zit dat beugelsysteem. En dat heb ik dus echt, ik denk nou, even kijken hoor, waar zat die ergens? Deze ruit zat ongeveer hier. In de laagste stand, zoals die nu staat. En dat is echt zo'n mooi verschil, zo'n fijn verschil dat het ding omhoog is. In de file is het iets minder. In de file is het echt iets minder. Maar dit is gewoon zo super. En hier moet nog een tijdlipje voor doen. Die moet eigenlijk hier tussen. Dus mijn stroomvoorziening, zeg maar. Moet er even netjes weggewerkt worden. Maar goed. Zoals gezegd, afgelopen week een beetje haastig weggegaan. En daarna niet te heel veel zin gehad om te klussen. Dus ja, dan. Dan krijg je dat. Dit zijn mijn zwaailampen. Dit is mijn mistlicht, mijn gewone licht en die heb ik nog over. Dit is mijn starter en de dodemansknop. Deze, die heb ik nog niet eens laten zien trouwens, is mijn mistlicht. Dit zijn die extra lampen voor en die heb ik nog over. Dat was het al zo'n beetje. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. Deze video is in één keer gemaakt. Ik geloof niet dat je heel veel hebt. Maar veel meer kan ik niet vertellen, denk ik. Het is een heerlijke maandagochtend. En dit is mijn motor. Bedankt voor het kijken allemaal. Hoi, hoi.